AVP-report van Patrick en Pieter. Fireworks in Olen, de grootste vuurwerkcollectie van Europa. Nummer 3, 16 A Olen, Klokkenstraat 6 A Baardenherberg, toch waar we net waren geweest. We zijn nu dus hier. Zullen we even naar binnen gaan? Ja hoor. Dat is ook een goed idee. Misschien even uitleggen wat hier allemaal staat. Het ziet er groot uit. Ja, hier staan van alle producten die we hebben, staan hier dummies. Zoals je hier ziet staan. We zijn namelijk een groothandel. En alle winkeltjes die wij gaan leveren, die moeten van de spullen die ze willen gaan verkopen natuurlijk ook een mooie etalage kunnen maken. Dus vandaar dat we al onze artikelen zonder kruid laten maken. En zoals je ziet zijn het er best veel. Maar ja, elk winkeltje, als we 20 winkels leveren, hebben we van één artikel al 20 dummies nodig om daar te etaleren natuurlijk. Nou, dat is het dan, de bunker. De bunker, zo door het jaar heen niet te vol, want ja, zie je dat we nou een bakken aan het verkopen zijn ofzo. Maar we hebben alles wat we in de collectie hebben toch wel een beetje op voorraad. We staan nu in onze C-bunker. Dit gaat in de toekomst gaat dit de knalbunker worden. Knal en sier wordt apart gestockeerd in België. Nou hebben we daar nog de knalbunker, maar die wordt iets te klein omdat we nogal veel knalproducten hebben. Dus gaan we omruilen, komen daar pakketten of iets dergelijks en dit alles knal. Wat je hier ziet is nog steeds onder toezicht van de politie zeg maar, in beslag genomen. Die hebben zelf geen bunker. Dus hebben ze ons gevraagd of we het hier zelf op willen slaan. Gaat uiteraard wel van onze capaciteit af. Al die spulletjes gaan we ook gewoon terugkrijgen, is min of meer onrechtmatig in beslag genomen. Maar ja, het ambtelijk apparaat is een beetje langzaam. Ze zijn ook niet zo goed in plakken zoals je ziet. Dus over een tijdje valt het lint er vanzelf al af, denk ik. Okay. Alles wat je hier ziet nog, is eigenlijk nog spul waar we eigenlijk niet zoveel mee doen. Dat gaat nou allemaal weg ook. Er zitten dingetjes bij voor binnenvuurwerk, bunefonteintjes, elektrisch ontstoken, spul. Allemaal te koop als je wil. Ja, even een knalbunker krijgen. Okay. De Big Bang is er weer. We mogen hem weer verkopen. En dat gaan we dus ook doen. Meneer hier heeft een Kingscracker vast. De meeste mensen kennen hem als piano. Wij noemen hem de Kingscracker. De Kingscracker. Ziet er spannend uit, hè? Zo ziet er werkelijk goed uit. Ja. Nou, dat zullen we vanavond ook wel zien, waarschijnlijk. Die gaan we afsteken, ja. Oké. Okay. In principe gaan we die pakken. Hindu, inderdaad. Zullen we vanavond nog wel uitgepakt zien, als we hem uit van pakken ons afsteken. En de 10.000. Zo. De nieuwe, mij. Die gaat een iets ander doosje krijgen. Verder precies hetzelfde. Oké. Okay. Iets ander label. Ja. Veiligheidsvoorschriften.
dagen jag inte trodde fanns. Den satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. Captain Boat, ik heb een hele mooie splinter nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt in de sloot. Ik ga varen op de kanaal. Het is van allen, het is goed van allemaal. Captain Boat, ik heb een hele mooie splinter nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt in de sloot. Ik ga varen op de kanaal. Het is van allen, het is goed van allemaal. För i mina ögon är hon alltid på.